Hallo sappige leerntjes van Justin Sperkman. Het is welkom bij een gloednieuwe video op ons kanaal. Het is tijd voor de allereerste battle van de UPAEL. Het is tijd om tegen Jordi van de Memphis Sableye aan te gaan treden. Ik ben heel erg benieuwd of het ons gaat lukken. Dat is zeg maar een beetje de vraag. Ik hoop het wel. Ik ben even een teampje aan het kiezen. Dat kunnen jullie trouwens nog niet zien. Dat laat ik zo meteen even zien. Kijk. Ik ben ondertussen eventjes met... Ik heb ondertussen mijn teampje gemaakt. Ik moet dus eventjes van mijn Archops de Flying Gem afhalen. Dus doen we het zo. Is hij nou opgeslagen? Ja. Helemaal goed. Ja, want we gaan zeg maar de eerste gevecht doen tegen Memphis Sableye. Nu mag ik hem als goed wel accepten. Kijk, nu mag ik hem wel accepten. Dit is het team waar ik tegen moet. Ik ga het jullie laten zien. Kijk eens. Dit is hetgene waar ik tegen moet. En zoals jullie zien, ik heb al heel wat weggehaald. Ik ga voor Azumarill als leader. Een aantal heb ik er geraden. Even kijken. De Milotic en de Bravery heb ik niet goed geraden. Dus de Clefable die wordt anders. Ik ga eventjes kijken. De Clefable. Oeh, hij begint met de Sableye. Dat had ik niet verwacht. Dus even kijken. Want tegen de Sableye heb ik denk ik niet heel veel. Ik ga eens even kijken. Ja, ik kan de Beedrill daarvoor switchen. Oeh, wat een prediction. Wat een prediction die Anus. Oké, dan ga ik even weer terug naar Supergirl. Hoezo zou hij dat doen? Hoezo zou hij... Oeh, hij is geburnt. Oh, dat heeft hij zelf gedaan met de Flame Orb. Dat is niet gunstig. Belly Drummer, hopen dat hij switcht. Oeh, hij switcht niet. Dat was helemaal geen strak idee volgens mij. Oeh, met de burn ook niet? Nee. Lullig. Hij is wel sneller, dat is wel lullig. Want nu, oeh. Oké, ik ben niet ontevreden. Ik zou de Clefable nog weg moeten halen. Even kijken, want de Clefable die moet dan... Even kijken, zometeen wat anders worden. Milotic bijvoorbeeld. Even kijken, laten we nu... Superpower dan. Dat is zuur. Bugsteel. Nou, NT lijkt me best een strak plan om in te gaan zetten met de pressure. Z-Power, Inferno Overdrive zal ik wel doen. Nou, hij gaat switchen, denk ik. Dan doen we Extreme Speed. Ik ben blij dat ik de Z-Power niet heb gedaan. Oeh, hij doet Protect. Dat is niet gunstig. Probeer het nog een keer te doen. Maar dat doe ik. Oké. Zoals jullie zien is het plaatje nu maar een melodische tik geworden. En hij is nu aan het nadenken, dus ik ben benieuwd. Ik heb nog geen Pokémon van hem gekild en hij wel eentje van mij, dus dat is niet heel gunstig. En even kijken, welke heeft hij nog? Oh, Jolteon heeft hij ook niet meegenomen, dus de Jolteon moet ook aangepast worden. Hij moet er goed over nadenken. Even kijken, de Jolteon moet aangepast worden na... Even kijken... Oh, Bravery. Hij doet er nogal lang over. Ik ga die timer maar eens starten. Oh, hij doet wat. Ja, de Azumarill is dood. Dus het wordt heel moeilijk om die bitch nog te gaan...
gaan verslaan. Ik heb er echt niet handig aangepakt. Ik wist van tevoren dat dit soort dingen zouden gebeuren. Dat wist ik van tevoren dat dit soort dingen zouden gebeuren. Omdat ik gewoon niet zo goed ben en hij wel. Maar die extreme speed deed best wel veel. Dus met een beetje geluk kan ik hem met extreme... speed wel tegenhouden. Even kijken. Er zitten ook allemaal mensen in de chat een beetje goor te doen. Lullig. Met je kut morning sun. Wat een hater. Ja. Ja, dit wordt heel goor hoor dit. Dit wordt heel moeilijk. Ja, dit wordt echt heel lastig. Deze, maar even pakken. Goor, goor. Oeh, iets minder goor. Ja, wel geburnt, dat is wel goor. Want hij gaat nu sowieso switchen. Oh, niet. Oh, fuck. Ja, je ziet heel duidelijk dat ik niet zoveel verstand heb van... tief nou op met je tyfus recover. Hij zit de hele tijd een beetje zijn dingen bij te healen. Ja, dat kan ik zo slecht tegen. Als je op die manier wil winnen. Ik had hem ook een heal move moeten geven. Dat heb ik helemaal niet gedaan, of wel? Oh, please switch in iets goed. Nou. Ja, daar heb ik niks aan. Lullig. Met zijn morning sun rodding. Het zat er een beetje aan te komen. Het zat er een beetje aan te komen. Dat dit soort dingen zou gebeuren. Ja, het moet op deze manier. Het kan niet anders. Oeh, lullig. Oké. Oké. Please, ga er niet. Ah ja, dat is... Oh ja. Met veel stingen. Oh nice, nu krijg ik boost. 2,5 keer mijn attack. Ik merk wel dat ik meer healing moves erin moet doen. Want daar heb ik wel spijt van dat ik dat niet heb gedaan. Oké. Run Arcan. Ja, Arcan doet hij denk ik niet. Bravery, oké. Oh. Ja, dat was niet handig. Abominable. Ja, het wordt heel lastig. Ik wist dat het zo zou gaan gebeuren, maar nu doet het extra pijn dat het ook echt zo gaat gebeuren.
zo kan je echt zien dat ik nog nooit competitive heb gedaan. Omdat ik inderdaad zoal niet eens aan healing moves denk. Dat is natuurlijk wel treurend. Oeh, what the fuck? Hey, hij is niet shiny, of wel? Lullig. Ja. Die intimidate doet wel pijn. Wel fijn dat ik twee Pokémon's dood heb. Dat is zeker. Oh, serieus? Serieus? 2 HP? Doet pijn, doet pijn. Het doet erg pijn. Jongens, bedankt voor het kijken van deze eerste battle. Ik ben er niet heel erg trots op, moet ik zeggen. Toch is het wel fijn dat ik in ieder geval mee mag doen aan het toernooi. Dat is in ieder geval wel iets. Ik heb nog bijna niet te zeggen, dat is adios amigos.